1 op de 10 jongeren gaat op school niet naar het toilet. Dat vernam de jeugdorganisatie JOT in een enquête bij jongeren op school. Nu willen ze zich inzetten om de toiletten op school te verbeteren. Nu vraag ik mij eigenlijk af, kunnen jongeren nu op het gemak naar het toilet op school? Meestal proberen ze zo alle lawaaitjes te verbergen en zo, ken je het? Nee, ik heb daar eigenlijk nog niet over nagedacht. Dat ik daar mijn stress kan vergeten. Nee. Goh. Ik ga ook niet graag naar het toilet eigenlijk, omdat daar zo vies is. Maar schamen, niet echt. Maar ik doe het wel. Ik ga wel naar het toilet op school. Ligt het probleem nu niet bij de jongeren zelf? En kunnen we daar nu echt niets aan doen? Ja, de toiletten waren compleet niet verzorgd en helemaal stukken van de brillen en zo. En niet gekuist en al, dus dat was niet goed. We hebben een leerlingenraad, maar of dat het daar over het toilet gaat, dat weet eigenlijk ik niet. Er wordt gewoon elke week gekuist, maar meer. Nee, als leerling heb je eigenlijk niet echt veel te zeggen. Zelf de leerlingenraad of zo, bij ons op school, ik kon dat niet veel bereiken.